René Leblanc, bekend van zijn deelname aan Ik geloof in mij, onthult met gepaste trots dat er na jaren van moeizame relaties eindelijk licht aan het einde van de tunnel is wat betreft zijn band met zijn zoon Nicky. Het contact tussen vader en zoon was lange tijd verre van ideaal, maar dankzij een artikel in Story kwam er een keerpunt. In het begin verliep het nog wat stroef, deelt de zanger met Story. Daarom vind ik het des te mooier dat ik nu kan vertellen dat we echt weer goed contact hebben. Sinds ongeveer een jaar. Ondanks René's drukke schema als artiest is er regelmatig contact via WhatsApp en telefoongesprekken. We hebben op een gegeven moment besloten: we kunnen oude koeien uit de sloot blijven halen en het verleden blijven oprakelen, of samen het besluit nemen om naar de toekomst te kijken. Het werd dus het laatste. Het gaat nu oprecht goed. Op een gegeven moment zei Nikki: Pap, toen ik een klein kind was, was je er nooit voor mij, maar ik heb het gevoel dat ik mijn vader terug heb. Zo'n opmerking doet echt wat met me. De breuk tussen René en Nicky bereikte een dieptepunt toen Nicky zijn vader aan de schandpaal nagelde, vlak na René's doorbraak in Ik geloof in mij. Nicky onthulde destijds: iedereen heeft het over René, maar niemand weet hoe hij echt is. Hij heeft mijn moeder flink bedrogen. René loog overal over. Hij zei s ochtends dat hij naar zijn werk ging, maar had niet eens een baan. De gevolgen van het verleden waren pijnlijk, maar nu lijkt er enige verzoening te zijn. De kou is, enigszins, uit de lucht tussen René en Nicky, en hun hernieuwde band biedt hoop voor een positievere toekomst samen.